Ik ben Desiree van Lunteren, 25 jaar. Ik speel voor het Nederlands elftal en de Ajax vrouwen. En we zijn afgelopen zomer Europees kampioen geworden. En met Ajax hebben we de dubbel gepakt. Wat ik hoop te gaan doen in Libanon is vooral de jongens en mij een hele leuke dag te laten beleven. Dat ze plezier hebben. Maar ook dat ze zelf heel veel energie geven en dat ik ze nog wat tips mee kan geven. Want ik denk dat in die soort landen niet normaal is dat meiden daar voetballen. Dus dat vind ik al heel mooi dat ik daar iets aan kan bijdragen. Sowieso het plezier, denk ik dat het belangrijk is. Een dag die ze nooit meer vergeten. En ik denk dat ik dat het mooist vind. Voetbal betekent voor mij superveel. Het is een uitlaatklep voor alles. De meiden onderling, het plezier die we hebben. Maar vooral ook in de grote toernooien en de wedstrijden, de strijdlust. Ja, dat betekent voetbal voor mij. Ik kijk er heel erg naar uit om naar Libanon te gaan. En ik heb alvast één goede tip om het vooral samen te doen en heel veel plezier te hebben.